Dat er in Excel heel wat functies beschikbaar zijn, is niets nieuws. Zo kun je in een reeks gegevens horizontaal of verticaal zoeken. De betrekkelijk nieuwe functie x.zoeken, die beschikbaar is in Excel 365, combineert beide. Hoe dat zit, zie je in deze houtool. Je ziet hier een prijslijst van een aantal meubelen. In dit vak wordt aangegeven wat wordt gezocht. We zoeken eerst de prijs van een eetbank. Groot, bruin. De prijs moet in cel D3 komen. Je typt is gevolgd door x.zoeken. Dubbelklik op de functie. Deze functie heeft 3 stappen. Klik eerst op de cel waarin de zoekwaarde staat waarvan je de prijs wilt weten. Typ een puntkomma. In stap 2 geef je aan in welk bereik moet worden gezocht. Dat is in deze kolom. Daarna geef je in stap 3 het bereik aan waarin de gezochte waarde, de prijs dus, te vinden is. Dat is ook weer een kolom. Maar vergeet niet om eerst weer een puntkomma te typen. Sluit af met een haakje en druk op Enter. Je ziet hier nu de prijs. Je begrijpt dat dit bij een werkblad met heel veel gegevens erg handig kan zijn. Als je nu de prijs ook van de acties wilt zien, moet je aanpassen in welk bereik de prijs moet worden gezocht. Klik in de cel en in de formule op het laatste gedeelte. Selecteer dit en pas het bereik aan door te slepen. Druk weer op Enter. Nu zie je de verschillende prijzen naast elkaar. In de formulebalk zie je dat de formule van de aangrenzende cellen licht wordt weergegeven. Hier kun je de formule ook niet wijzigen. Wel eventueel in de eerste cel. Als je van een ander product de prijs wilt weten, hoef je dit hier alleen maar te wijzigen. Je kunt ook in rijen zoeken. We zoeken naar de prijs van een product in januari, dat is met 10% korting. Eerst wordt de cel met de zoekwaarde weer geselecteerd. Vervolgens de rij waarin moet worden gezocht. En tot slot de rij waarvan je het resultaat wilt zien. Ook hier kun je de cel met de zoekwaarde eenvoudig wijzigen. Als je wilt aangeven dat een item niet bestaat of niet is gevonden, kun je dat in de formule aanpassen. Typ eerst een puntkomma en dan bijvoorbeeld een tekst. Die moet je tussen aanhalingstekens zetten. Typ eerst een aanhalingsteken en dan een spatie. Vervolgens de tekst. Aan het einde typ je weer een aanhalingsteken en een spatie. Als je hier nu een tekst invult, bijvoorbeeld met een typfout, is dit nu het resultaat. Tot zover deze how-to over de functie x.zoeken.